Waarnemend directeur Mike Antonius van Telesuur heeft dinsdagavond tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de pers de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de targets voor de toekomst van het bedrijf gedeeld. Telesuur heeft onder meer vanaf 1 juli geen enkele verbintenis meer met de ontslagen directieleden Dirk Currie en Kenneth Muringen. De twee hebben tot 2 maal toe tevergeefs geprobeerd om hun ontslag via de kortgeringrechter aan te vechten. De zaak wordt verder in bodemprocedure afgehandeld. Verder is het onderzoek van de Centrale Landsaccountendienst, de CLAT, naar de omstandigheden rondom de financiële misstanden binnen het bedrijf onder de vorige leiding in een afrondende fase. Ook komt Telesuur er niet onderuit om in deze tijd ook bezuinigingsmaatregelen te treffen, geeft Antonius aan. Weet wat er allemaal in Suriname gebeurt. Iedereen, elk huishouden en bedrijfshuishouden gaat natuurlijk op de centjes letten. Ook Telesuur. Een van de redenen waarom wij ook niet in staat zijn om met een paar zaken nog te doen zoals voorheen, zoals Got Talent, zijn we niet in staat om op dit moment te doen. We hebben daarom dan ook gemeend om dit jaar een evaluatie te houden, grondige evaluatie. En kijken naar bijvoorbeeld volgend jaar in hoeverre we dan in een andere vorm het zouden kunnen doen. Want het is natuurlijk jammer voor het talent. Heel veel talent dat zich heeft aangediend in de afgelopen jaren, waarvan wij er trots op zijn dat we een bijdrage hebben kunnen leveren daaraan. Maar voor nu is het even niet het moment om daarop te richten. Natuurlijk proberen wij, dragen we het nog steeds een warm hart toe, maar we zijn helaas niet in staat om dat dit jaar nog te organiseren. Ook ten aanzien van onze eigen Family Day hebben wij dan ook gezegd van hey, weet je, het is niet zo netjes om uitgebreid Family Day te gaan vieren terwijl het in Suriname iedere een beetje de buikriemen aan het vasttrekken is. Aldus waarnemend directeur Mike Antonius. Hij heeft dinsdagavond tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de pers de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de targets voor de toekomst van het bedrijf gedeeld met de aanwezigen.